Er is gediscussieerd binnen de Raad van Ministers voor een total lockdown situatie. En we hebben gekeken naar de ernst van de situatie. En we hebben gezegd, we gaan de total lockdown gefaseerd invoeren als het noodzakelijk is. Het zal van ons als samenleving afhangen. 1. We gaan beginnen met een total lockdown vanaf vrijdag 21 augustus. Vanaf de intrede van de avondklok van 8 uur. Tot en met hele dag van zaterdag. Hele dag van zaterdag. Tot en met zondag van 5 uur in de ochtend. Is het een totale lockdown. Dat wil zeggen, niemand mag zich op de weg begeven. Imtana oso. Je moet thuis blijven. We moeten de samenleving beschermen. De situatie is te ernstig. En de lockdown, zoals aangekondigd door de president, die ingaat op vrijdag om 8 uur 's avonds en beëindigt op zondag 5 uur, die zal ook gelden voor de 2 komende zaterdagen. Hoe zal de overheid controle uitoefenen dat de samenleving zich houdt aan de maatregelen? Gaan er eindelijk boete uitgegeven worden door de politie? Er is een boetelijst gepubliceerd, die is actief. De bedragen die u daar ziet, die bedragen zult u betalen als u in overtreding bent. De samenleving moet ook kunnen begrijpen, namelijk waarom er een lockdown is voor vrijdagavond, zaterdag, hele dag tot en met zondagochtend 5 uur. Want de situatie wat ik gepresenteerd gekregen heb, is namelijk dat alle mortuariums vol beginnen te raken. De koelfaciliteiten hebben nu al moeite alle lichamen op te vangen. Waardoor we nu maatregelen moeten treffen en dat men direct richting de uitvaart kan gaan. Het is zielig om dit allemaal te moeten constateren. Ook hebben we gekeken naar de quarantainefaciliteiten, dat die langzamerhand ook allemaal vol beginnen te raken. En dat er geen capaciteit bijna meer is vanuit de zorg. Die bestaat uit medewerkers, verpleegsters, artsen, specialisten. Dat die allemaal onder druk komt te staan. Maar ook de beschikbaarheid aan apparatuur en middelen staat onder druk. En daarnaast zien we dat de reguliere gezondheidszorg ook onder druk komt te staan. Omdat heel wat patiënten in de reguliere zorg geen behandeling kunnen krijgen, waarbij dan ook daar een risico ontstaat. Het onalezi uwa herhaalgerens mana oso nataki tap vrijdag 21 augustus a weekend de konde dat vanaf Aichuru aneti a totaal lockdown o vinden plaats dat we tak noasma no mag gona strati en a lockdown disi otang te nanga
zonde 23 augustus 5 euro manting. Dat want tak tussen a periode die si, if you no abitus temeng, you no mag kontap strati.